Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij het programma Tussen Oost en West. Vanavond maar liefst 3 onderwerpen. Vrijdag en zaterdag was er autospectakel aan de Grote Belteweg in Rezen. Autohunting en autovoetbal. Daar waren wij natuurlijk bij. Maar de hoofdmoot van vanavond in het programma Tussen Oost en West is de VV Bergentheim. En die staat natuurlijk, en dat weet u als geen ander, voor de voetbalvereniging Bergentheim. Burgemeester Bert Meulman die reisde vrijdagavond af naar dit prachtige sportpark hier in dit mooie kanaaldorp om de vernieuwde accommodatie te openen. Zaterdagmorgen was het de aandacht voor de jeugd in Voetbal City. En jongens, hoe blij zijn we met deze sportaccommodatie? Ik wens u heel veel kijkplezier. Accommodatie op Sportpark Moskou in Bergentheim is de afgelopen jaren fors onder handen genomen. Voetballers hebben nu de beschikking over een nieuw kleedgebouw en gerenoveerde kantine. Burgemeester Bert Meulman kwam vrijdag naar Bergentheim om de vernieuwde sportaccommodatie officieel in gebruik te nemen. En had hulp nodig van Stijn ten Napel 4 jaar en Nora Assing 6 jaar. De aftrap voor de nieuwbouw en renovatie is 6 jaar geleden gestart, in samenhang met de privatisering van de accommodatie. Destijds is er een ambitieus verenigingsplan opgesteld dat moest leiden tot een volwaardige sportaccommodatie. Maar hoe realiseer je zo'n plan, vroegen we aan voorzitter Jan Huiskes. We hebben met elkaar gezegd voor de toekomst, wat gaan we doen? Privatisering, je hebt het net over gehad. Je hebt privatisering gedaan met de gemeente, een verenigingsplan maken, wat ga je doen met accommodatie? Wat voor klasse wil je voetballen? Wat voor streven heb je met je jeugd en alles? Nou, dan ga je iets omheen bouwen, een beleidsplan, een verenigingsplan, hoe je dat net noemen wil. En dat is geschreven toen door Henry Schutte nog en Frits Veldink en Jan ten Napel. Die is van 2008 tot 2012. En we hebben daar gewoon in staan het jeugdplan, het technische plan, zeg maar. De seniorenplan is geschreven door iedereen denk ik bekend, onze oud-trainer Arne Slot in samenwerking met Bert Nijenhuis. En dan gaan ze in uitvoering brengen en ze gaan voetballen in de jeugd, zoals er ook in het eerste helftal gevoetbald wordt, om de doorstroming van de A naar het eerste of uit de jeugd naar het eerste op een hoger niveau zien te krijgen. En daar zijn ze drukdoende mee. En daar is een prima sportaccommodatie zoals die nu hier is gerealiseerd van essentieel belang? Dat is zeker van belang. Kijk, je moet facilitair goed voor elkaar hebben. Ik denk dat jullie zijn net wezen kijken overal, maar ik denk dat facilitair goed voor elkaar is qua gebouwen. Je moet facilitair voor de leden goed voor elkaar hebben. Je ziet hier vandaag een voetbalcity, dus voor de jeugd. We hebben gisteravond de officiële opening gehad en de vrijwilligersavond. Dat was ook gewoon een super perfect feest. En daar doe je het met elkaar voor de Bergentheimers. Jan, is je allemaal gerealiseerd met betrekking ook op de groei voor de eerste jaren van deze vereniging? Ja, kijk, we hebben 6 jaar geleden ook gezegd van hoe zit het met ons ledenaantal. Als ik kijk, toen hadden wij 24 helftal. We hebben van het jaar 34 helftal in de competitie gehad. Ja, het is zo'n groei gekomen. Wij hebben toen de nieuwe sport al gekregen. We zeiden, nou ja, je krijgt de volleybal, misschien basketbal. Dus er zal wel een zuigende werking hebben bij de voetbalvereniging. Maar het is meer andersom. Het is onze opzet niet om het andersom te doen. Maar damestak krijg je nu, meisjestak. Je hebt veel jeugd hier in Bergentheim. We zijn nu op het moment met 650 leden. En dan hebben we ook gezegd, als je 650 leden, moet je toch minimaal een stabiele tweede klasse kunnen worden.
Ja, want daar hebben jullie Ben Seppert, dat is de nieuwe trainer, de nieuwe coach hier. Hè. Volker Velten heeft na een paar jaar is hier afgezwaaid. Is dat een opdracht die heel zwaar weegt bij de technische staf die jullie als bestuur hun hebben gegeven? Nou, opdracht. Kijk, het voordeel is, Ben Nijnders heeft ook vroeger in het bestuur gezeten, dus die weet ook wel hoe het werkt. Wij zijn voor een beleid te maken en een beleid zeg je van, nou, we hebben een bepaald streven met elkaar, overleg je met een technische commissie. Nou, we willen een hoger draagvlak met de vereniging maken, dus we zeggen gewoon een stabiele tweede klasse worden. Dat is eigenlijk de opdracht, ja. Is daar voldoende materiaal voor nodig en die stabiele tweede klasse moet er gerealiseerd worden binnen nu en 2 jaar of het liefst het volgende seizoen al? Nou, ik ben altijd een man van korte termijn, dus liever volgend seizoen al. Ik had van het jaar gehoopt in de na-competitie dat we via de na-competitie nog kunnen promoveren. Helaas is dat niet gelukt. Ze hebben vorig jaar een goede sessie gehad, de laatste sessie, de derde periode gepakt. En, ik zie er echt toekomst in zitten hier. Ook in de jeugd. We hebben echt een paar mooie jeugdspelers zitten. Die gaan van het jaar over. De B1 is kampioen geworden. Die gaan dan ook wat gaan jongens over naar de A. Ik denk dat we van het jaar ook een goede A krijgen. Ook een goede trainer bij Jos Legerbeke. Ik zie potentie erin zitten. Mei 2010 werd het nieuwe kleedgebouw opgeleverd. Met de 8 kleedkamers beschikt de vereniging nu over 12 omkleedruimtes. Verder zijn er oude kleedkamers omgebouwd tot een fysiotherapieruimte, herstelruimte en ballenopslag. Na deze verbouwing werd het clubgebouw aangepakt. Maar hoe realiseer je dit allemaal met vrijwilligers? Dit komt tot stand met ontzettend veel vrijwilligers. Wij hebben een club van, denk ik, 120 vrijwilligers. Oktober 2008 zijn de eerste gesprekken gegaan met de architect om te kijken van wat kunnen we. Toen was de privatisering rond met de gemeente, hebben we plannen gemaakt. Met Henk Hammerhuis, de architect, om alle plannen te maken. En de kleedkamers, 8 nieuwe kleedkamers waar we nu vlak voor staan. Achter mij de gehele kantine gerenoveerd. We zijn gestart met de bouw in mei 2009 met 8 kleedkamers, volledig in eigen beheer. En ongelooflijk, maar binnen een jaar, mei 2010, was de hele realisatie van de kleedkamers was klaar. Kon in gebruik genomen worden. Daarna zijn we direct begonnen met de renovatie van de kantine. Dat hebben we grotendeels uitbesteed. Ja, want de kantine is een stukje omzet van de vereniging. Dat moet in een stille periode gebeuren. Dus mei 2010 gestart, juli 2010 opgeleverd. Toen kon de kantine ook weer in gebruik genomen worden. Toen moesten de bestaande kleedkamers, die aan de kantine zaten, moesten nog volledig gerenoveerd worden. De kleedkamer 1 en 2 zijn omgebouwd tot een ballenopslag en herstelruimte voor de fysio. Kleedkamer 3 en 4 dus sanitaire ruimtes geworden bij de kantine. En kleedkamer toen 5, 6, nu huidig 11, 12 zijn helemaal gerenoveerd, helemaal betegeld. 2 aparte douches erbij. Ja, binnen 2 jaar tijd is hier zo ontzettend veel gebeurd. En we hebben een bouwcommissie in oktober 2008 die gestart is. Bestaande uit Henry Schutte, Benny Altena, Egbert Hultink, Jan Huiskes en ondergetekende zelf. En hebben die kar getrokken met z'n allen. En Egbert Hultink, ja, ik wil hem toch met name nog een keer noemen. Die heeft hier zo ontzettend veel op het sportpark gedaan. Dag en nacht was hij er. Maar ik moet alle andere vrijwilligers, mag ik daar uiteraard niet bij vergeten. Want er zijn zoveel mensen die hier geholpen hebben. Meer dan 100 wat ik net zei van, om dit te realiseren. En ja, het resultaat is daarna gisteravond de officiële opening gehad. En dan vandaag de open huis. Nou, het loopt de hele morgen nu door. Vanmiddag zal het ook nog wel doorlopen. Het is een project geweest, ja, waar we ontzettend veel energie en tijd in gestoken hebben. Maar waar we bijzonder, bijzonder trots op kunnen zijn, denk ik. Maar je moet vrijwilligers blijven stimuleren, want het is een jarenlang project geweest. Hoe hou je de mensen actief bij de bouwwerkzaamheden, de vrijwilligers? Hoe motiveer je die groep? Nou, je motiveert ze door de vrijwilligers zelf heel veel te kunnen laten beslissen en heel veel dingen te kunnen laten doen. Niet zeggen van morgen moet dit of morgen moet dat. Nee, laat ze zelf maar doen en zelf initiatief nemen. En ja, die club hebben we gelukkig. Wij hoefden nooit ergens achteraan. Alles was perfect tot in de puntjes geregeld. En je moet zorgen dat de mensen inderdaad tevreden zijn. Er moet op zijn tijd moet er een hapje en een drankje zijn. En dat stimuleert zichzelf. En de jongens gaan, ja, met elkaar, ja, zo ontzettend goed met elkaar om. Ja, er was hier continu met de kleedkamer, die bouwperiode. Ja, waren er hier zoveel mensen s'avonds, zaterdags aan het werk om dit te kunnen realiseren in een jaar tijd.
Maar leg je nou een roosterverband aan, dat niet bijvoorbeeld 30 man op de stijger staan? Hoe realiseer je zoiets dat er continu gebouwd wordt, maar de overdracht naar vrijwilligers? Hoe heb je dat georganiseerd? Ja, dat is die vraag die krijgen we heel vaak. Hoe krijg je van die 5 metselaars, of hoe krijg je die tegelzetters of die dakdekkers? Nou, dat wijst zich bijna vanzelf hier bij deze club. Het is, we hebben een aantal metselaars, we hebben een aantal mensen die als stenen gaan sjouwen, we hebben een aantal mensen die kunnen vloeren leggen of een aantal mensen die kunnen tegelen. Dat wijst zich echt bijna vanzelf. Je komt hier maandagavond of dinsdagavond en wat moet er dan gebeuren? Nou, dit moet gebeuren. Nou, pakken ze gewoon aan. Het is niet specifiek dat Jantje doet dit of Klaasje doet dat. Nee, met z'n allen. Het is echt een project van heel veel mensen bij elkaar en niet van 1 of 2 mensen apart. Hans, de ballenbak en de herstelruimte, dat is bijzonder. Ja, dat is een in het totaalpakket van de renovatie van de kantine. Toen zeiden wij van wat gaan we met kleerkamer 1 en 2, de huidige kleerkamer 1 en 2 doen. Nou, de verzorgster van ons die had behoefte aan een extra ruimte voor herstel. Van als er blessures zijn, van, nou, kan ik een keer een home trainer of een bank of iets dergelijks krijgen. Nou, daar hebben we kleerkamer 2 voor opgeofferd, helemaal gerenoveerd. Ja, en het plaatje en het afronding, dat is kleerkamer 1. Die is helemaal omgebouwd tot een materialenopslag. Zodat elke trainer van elk elftal heeft nu zijn eigen kast, eigen sleutel, verantwoordelijk voor. Begin van het seizoen krijgt de trainer bijvoorbeeld van het eerste 15 trainingsballen. Een aantal petjes, een aantal hesjes. Eind van het seizoen inleveren. 15 heb je gehad, 15 weer inleveren. Nou, als ik zeg dat vorig jaar 30, 40 ballen ben je kwijt. Waar ze dan zijn, zeg maar. Nu hebben we net vorige week een renovatie gedaan van of een herstel van wat er kwijt is. En 3 ballen nu kwijt. Dus het werpt zijn vruchten meer dan af. Geen geschiedenis, geen toekomst. Dat zijn wijze woorden. Maar hoe is dit binnen de voetbalvereniging Bergentheim? De oprichtingsdatum was 22 augustus 1944. Door de heren Sipkema, Lensen, Griemink, Staarman, Breukelman en Merrienburg. Eerst voetbalde men nog onder de naam Roda. Later werd dit veranderd in voetbalvereniging Bergentheim. Tot aan 1960 voetbalde Bantum aan de Van Rooijersweg, maar verhuisde naar haar nieuwe sportpark Moskou aan de Sportlaan. Pas in 1972 had de club de beschikking over een echte kantine, voordat de corner in gebruik werd genomen. De accommodatie is nu op peil, waarmee men jaren vooruit kan. Maar hoe zit het nou met de sportieve toekomst van deze vereniging en een eventueel uitbreiding van speelvelden? Ja, dat klopt. Er is een financiële bijdrage is in 2010 toegezegd van de gemeente. Die is op het moment, we zijn nog in overleg met de buren en de gemeente zal dat terugkoppelen richting de buren. Wij willen graag een extra veld, wij moeten eigenlijk een extra veld hebben. Het is in elkaar schuiven. Vorig jaar hebben we ook met het eerste elftal soms om 3 uur gevoetbald. Omdat je zo'n jeugdaanwas hebt. Dus wij moeten een extra veld hebben, ja. En waar moet die worden gerealiseerd? Kijk om ons heen, we zitten hier in het Moskoubos, dus wij willen hem liefst aan de sportlaan maken, aan de voorzijde waar je aan komt rijden. Terug naar de accommodatie, Jan. Privatisering, het woord is al een aantal keren genoemd. De burgemeester is daar ook duidelijk over geweest. Maar hoe realiseer je privatisering in een sportaccommodatie? Want dat was voor een aantal jaren nieuw, althans in dit gebied, in de gemeente Hardenberg. Ja, dat klopt, dat was nieuw. Dus je hebt plannen gemaakt. Dan ga je kijken, je huishoudboekje ga je eens nakijken en dan zeg je nou wat is het financieel mogelijk. Wat voor wensen moeten we hebben? Kijk, u had net over dat extra veld. We hebben nu al een extra 2 kleerkamers gebouwd in verband met het nieuwe veld wat we krijgen. Wat ik hoop dat we krijgen. En dan maak je een huishoudboekje en daar hebben we gezegd wat is er fiscaal mogelijk. Ik was een keer aan het googelen en dan kwam ik iets tegen en er stond iets van een hoge uitspraak via het Hoge Rechtshof. Van dat er fiscaal iets mogelijk was, ook voor de buitensport. Nou, daar zijn we op ingedoken met een adviseur en accountants. En we hebben de BDW terug kunnen vangen, ook van etelijke jaren terug. En nu hebben we gezegd van, nu pakken we het aan. We pakken het groot aan, we pakken het groot aan. En wel binnen ons budget gebleven, dus dat is ook heel belangrijk. En we zijn in samenwerking met de stichting Sportpark Moskou de plannen aangepakt in 2009. Die stichting is in 2009 opgericht en die staat los van de voetbal eigenlijk. Hoe is de samenwerking geweest? Het antwoord is al duidelijk, maar we kunnen het graag uit jouw mond horen. Hoe is de samenwerking geweest tot nu toe met de gemeente? Nou, dat is in één woord te zeggen gewoon super. Kijk, de gemeente is gewoon, je moet het goed onderbouwd hebben. En ik denk ook, we hebben hier een bouwcommissie gehad. We hebben een club met mensen die in de onderhoudcommissie zitten. En we hebben hier een goed stukje onderbouwd neergelegd bij de gemeente. Dat willen we graag doen. En die willen dan meedenken in je plannen. En we zijn er zeer trots op met deze gemeenteraad. Sociaal is het ook heel erg belangrijk voor de bevolking van Bergentheim, lijkt me. Ja, ik heb het gisteravond nog even aangehaald. Het is een, ik zeg, het sportpark is ook een multifunctioneel centrum.
Kijk, je ziet het zelf, je zijn hier ouders morgens en ja, we hebben geen multifunctioneel centrum. Maar het is gewoon hier smorgens, je ziet koffie drinken met elkaar, de laatste rollers worden hier geplaatst. De contacten worden hier gelegd, ook zelfs zakelijk of andere dingen. Het is gewoon goed vertoeven hier denk ik op het sportpark. Meneer Mulman, u werd net geholpen door twee jeugdige leden van de voetbalvereniging Bergentheim voor de vernieuwde accommodatie. Maar de vacature van een nieuwe speler in het eerste van VV Bergentheim is bekend. Dat bent u. Ik heb begrepen dat ik mijn leven lang geen contributie hoef te betalen. Kijk, dat is de eerste winst nadat u geen burgemeester meer bent. Ze betalen hier geen belasting, ze krijgen terug van de belastingen. Hoe ze het hier doen weet ik niet, maar ze krijgen het wel voor elkaar. Nou kijk, dat is belangrijk. Terug te komen over de opmerking die de voorzitter maakte van privatisering in de sport. Dat is in Hardenberg een groot succes geweest. Kunt u eens uitleggen wat privatisering in de sport betekent met betrekking tot vernieuwing van accommodatie? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Wij hebben onderhoudsgeld in de begroting zitten voor de sportaccommodaties. Wij zeggen, verenigingen, jullie krijgen van ons die onderhoudsgelden. Maar dan moet je zelf voor het terrein en voor de gebouwen zorgen. Als ik dat vrij vertaal, dan is dat over een bepaalde periode, zeg eens 10 jaar, het bedrag wat jaarlijks wordt uitgegeven overgemaakt wordt, keer 10 zeg maar. En daar kan men een hypotheek van afsluiten om die verbouwing te realiseren. Is het dat in kort? Ja, ik weet niet of ze allemaal een hypotheek hebben afgesloten. Sommigen die gaan via sponsoring werken of doen het gewoon met eigen kracht, vrijwilligerswerk. Dat is hier ook gebeurd. Anders was het natuurlijk nooit voor elkaar gekomen. U bent 10 jaar burgemeester. In die 10 jaar is er op sportief gebied heel veel veranderd. Er was nog wel eens gemor voor die 10 jaar binnen de sportvereniging. Misschien in het totaal wel, ook bij andere verenigingen. Maar vooral de sport, die is heel succesvol gebleken in de complimenten naar het college toe. Waar komt die move vandaan? U zei al 30 jaar is er nou niet al te veel gebeurd. Maar via die privatisering is er nog veel gebeurd. Uit wat voor koken komt dat? Was dat al een geëikt iets in Nederland? Ja, toch wel. Je zag het bij meer gemeenten. Maar dat het hier zo'n succes is, heeft nogmaals heel veel te maken met de inzet van de vele vrijwilligers bij de verenigingen. En het komt uiteindelijk al die leden ten goede. Wat is het criterium waaraan een vereniging moet voldoen voordat u ja zegt? Een goed plan, onderbouwplan, maar komt er nog meer bij kijken? Er komt niet zo heel veel meer bij kijken. Als men in staat is om het allemaal zelf te doen, dan kan men met 20.000, 30.000 euro 2-3 keer zoveel als dat een normale vereniging kan. Ik noemde net een bepaalde periode. Mag ik noemen 10 jaar? Wat gebeurt er na 10 jaar? Dat kan ik u niet zeggen. Ik wou dat ik een minuut vooruit kon kijken in mijn leven. Heb ik niet gekund. Kan ik nog niet. Dus laat staan 10 jaar.